Meneer Eertmans, u zei vandaag, dit is schaamteloos met miljarden smijten. Nou, als je het zo hoort en ook wat Matthijs Bouwman vertelt, dat de VVD als grootste partij dit accepteert. Hè, dat je dus zulke grote uitgaven, dat is inderdaad een links, nou, een SP-achtig kabinet kun je zeggen. En dan ook de mate waarin het gebeurt, dat is niet alleen voor nieuwe generaties, hè, volgende generaties zo problematisch. Maar ze verhogen ook nog eens de lasten. Die worden verzwaard met een netto 3,3 miljard, geloof ik. Hè, dus het geldt dus ook wat mensen zelf moeten gaan betalen. Bovenop wat de inflatie ons doet, hè, in de boodschappen doen, bij de pomp staan, de energie, de huren gaan omhoog. Mensen houden minder over. We gaan het zo nog over de ouderen hebben, geloof ik. Nou, iedereen komt hier slechter uit. En dan kun je zeggen, ja, de koopkrachtplaatjes. Nee, we gaan erop achteruit. En daarnaast zeggen ook economen, waaronder Teulings en anderen, dit is helemaal niet doelmatig wat hier wordt uitgegeven. Het is verspilling, hè, wat Pieter eigenlijk ook zegt. Van, het is een totale operatie van geld wegzetten zonder doelmatig beleid. Zonder dat er ook een echte verantwoording bij zit. Ja, maar dat is ook, zou je kunnen zeggen, de nieuwe bestuurscultuur. Want in grote lijnen worden in fondsen uiteengezet welke kant het op gaat. Ja. En dan is het aan de Kamer, uw Kamer ook, om dat beleid concreter... Nou, die vraag heb ik al gesteld. En daar was het antwoord helaas nee op. Want ik vroeg mij dus af, als er een rechtse meerderheid in de Kamer is, meneer Rutte, zou het dan zo kunnen zijn in de nieuwe bestuurscultuur dat we dan ook het migratiebeleid gaan veranderen? Waar ja, 21 veel belang aan hecht om dat strenger te maken. Toen was het antwoord nee, maar dat gaan we niet doen. Dus de keuzes zijn vooral voor de vier partijen. In de coalitie worden die bepaald. Alleen het geld wordt wel weggezet. En dat zijn zulke operaties. 35 miljard voor klimaat, 25 miljard voor stikstof. Terwijl de mensen die daarover... die dat kunnen beschouwen, de economen zeggen, ja, maar dat leidt tot verspilling. Ja. Ik wil naar de ouderen, waar u het zojuist al over had. Want ik zei al, een van de andere veelbesproken thema's die het CPB eruit lichtte, was het feit dat sommige ouderen erop achteruit gaan. Mevrouw Ploemen, dat is omdat het kabinet de AOW en het minimumloon ontkoppelt. Ja, en wat dat betekent is, als het minimumloon stijgt, en zij hebben daar een plan voor, een kleine stap, niet onvoldoende, maar voilà, het minimumloon stijgt een beetje, dan was het altijd zo dat dan de AOW meesteeg. Dat dan ook de mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt, vaak mensen natuurlijk ook met een klein pensioen bijvoorbeeld, die al dat werk hebben gedaan wat we nu onmisbaar vinden, die mensen die gaan er nu niet op vooruit als het minimumloon stijgt. En ja, ik vind dat de bijl aan de wortel van de solidariteit. En ik vind het zo unfair om, laten we zeggen, met miljarden te smijten en dan mensen, AOW'ers, toch gewoon met een steeds leger wordende portemonnee achter te laten. Dus wij gaan daar geen steun aan geven, maar dat is vast geen verrassing. Ja, want die steun die hebben ze wel nodig in de Eerste Kamer. Ik zei het al, als die niet van links komt, komt die dan misschien van rechts op dit onderwerp? In dit geval niet, zeker niet. Kijk, het is inderdaad zo dat onder de streep gaan, geloof ik, getrouwde mensen die getrouwd zijn en een klein aanvullend pensioentje hebben boven de AOW, gaan er 1000 netto per jaar op achteruit. En alleen staan er 500. Dat vinden wij onacceptabel. Bovendien, dit zijn mensen, moet je voorstellen, die ook zelf niets aan hun eigen positie kunnen doen. Want die zijn met pensioen, die zijn gestopt met werk, kunnen hun eigen financiële situatie niet verbeteren, zijn daarvan afhankelijk. En die gaan we nu voor het eerst, volgens mij sinds de invoering van de wet in 1980, wordt dat nu losgelaten door dit kabinet. Dat vinden wij schandalig. Ja, maar dan ontstaat hier dus een heel interessant politiek feit, namelijk dat voor het nieuwe kabinet, dat dus in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, een nieuwe situatie ontstaat. Want zowel u als u, links en rechts, zeggen, dat gaat onder ons niet gebeuren. Nee, je kan toch niet zeggen wat er wordt beweerd. Wij moeten dat probleem oplossen en wij overvragen. Wij worden gewoon gevraagd om iets in te stemmen wat we niet kunnen, om hele goede redenen. En wat ook een enorm effect heeft in de toekomst. Komt bij dat inderdaad wat jij zegt over die doorrekening die al gedaan was. Denk, ja, wij hebben die al veel eerder gevraagd. Dus dat was ook een bewuste keuze om dat niet te doen en onze bos in te sturen. Dan moet je ook niet raar staan te kijken dat wij daar zo op reageren.